Mijn ouders hadden gisteren ruzie over u. Het was in de tram op weg naar de Tweede Kamer. Uit ongemak schoot ik in de lach van de directe opmerking van het jongetje. Ik denk dat hij amper 12 jaar oud was. Ik was er niet bepaald op voorbereid. Hij zei dat zijn ouders tijdens het avondeten een discussie hadden over een video waarin ik mij uitsprak voor Roetveegpiet. Wat mij betreft hebben we met de Roetveegpiet... Ik was toen 2 maanden fractievoorzitter van D66. Ik werd volledig in beslag genomen door het ritme van de Haagse politiek. Nog zoekende naar hoe ik mezelf kon blijven op deze nieuwe plek. En ergens voelde het alsof de jongen me probeerde wakker te schudden. Alsof hij wilde zeggen... Dit moet je doen. Geef antwoorden op de vragen waar mijn ouders mee zitten. Vragen waar mensen het aan de keukentafel over hebben. Vragen over de toekomst. Nu ik een jaar fractievoorzitter ben, denk ik nog vaak terug aan dat moment. Iedere dag knok ik samen met mijn collega's voor de toekomst van ons land en de idealen van mijn partij. Met plezier en soms met succes. Denk aan het klimaatakkoord, het pensioenakkoord en natuurlijk het kinderpardon. Soms duurt de strijd langer dan we zouden willen, zoals de strijd tegen het lerarentekort. En soms dwingt die strijd tot moeilijke keuzes. Dit is het eerlijke verhaal. Dat is lang niet altijd populair, maar juist dat is hard nodig. Samen met andere partijen werken we aan de oplossingen van vandaag. Maar voor mij is politiek meer dan dat. Politiek gaat over de grote vragen stellen en durven beantwoorden. Vooruitkijken. De toekomst verbeelden. In het Nederland van de toekomst ligt Schiphol op zee. Laat je je auto op met de energie van de zonnepanelen op het dak van je huis. Hebben we in Europa de opvang van vluchtelingen eindelijk zo geregeld dat mensen niet langer in mensonterende Griekse kampen zitten? In het Nederland van de toekomst krijgt ieder kind dezelfde kansen. Is vrouwelijk leiderschap vanzelfsprekend? Mag ieder individu waardig geoud worden en waardig sterven? Laten we vragen over samenleven in een land van minderheden niet langer kapen door conservatieve politici. En heeft het jongetje uit de tram als volwassen man geen ruzie aan de keukentafel over het Sinterklaasfeest? Maar leert hij zijn kinderen hoe mooi en vreedzaam we hier samen tradities vieren. Hoe we hier samen Nederland zijn. Wij maken de toekomst. Doe mee. Sluit je aan.